Wauw, het is laat dat ik begin met opnemen met een vlog. En waarom is dat? Omdat ik net superveel boven heb opgeruimd. Ik heb twee wasjes gedraaid. Ik heb het hele speciale waskamer die we hebben, heb ik helemaal opgeruimd. En ook alvast eigenlijk opgeruimd door het verhuizen. Wat ik hopelijk zo snel mogelijk ga doen. Ik weet nog niet precies wanneer. Ik weet dat er heel veel mensen zich afvragen van wanneer ga je precies verhuizen of waarheen ga je verhuizen. Niks staat nog vast. Dus dat wordt nog allemaal geregeld. Zit veel tijd in uiteraard. En daarvoor heb ik dus ook al een beetje wat spulletjes opgeruimd en in dozen gedaan die ik in ieder geval niet meer nodig heb en die ik dan al ingepakt heb. Wauw, Enzo, wat een goede voorbereiding. Normaal heb je dat nooit. Ha, ik weet het. Ondertussen heb ik wel een heerlijk ontbijtje voor mezelf gemaakt. Een broodje ei. En niet zomaar een broodje ei, maar gewoon 4 eieren op 1 broodje. Als een baas. En daarnaast een gezonde bruistablet, vitamine C als een baas. Met ranja. En dat is belangrijk, hè? Af en toe even wat gezonds doen. En ook al heb je de afgelopen week mijn hamburgers zien eten. KFC, McFlurries en noem alles maar op. Gaat allemaal goed komen. Want zodra ik weer kan fitnessen, ga ik vol aan de bak. En daar heb ik ook weer zin in uiteraard. En ik zat zo net even in de spiegel te kijken. En dat baardje, die een lelijke snor en die veel te lange bakkenbaard, dat kan echt niet meer. Dus ik ga even heerlijk ontbijten en ik ga me scheren. Jullie zien nu dit. En als ik dit doe, oh yeah! Hoe vind je het? Of hoe vinden jullie het? Geschoren en wel. Ja, ja. Ik denk dat ik morgen trouwens even naar de kapper ga. Moet ook weer een keertje gebeuren. Want hoe het er nu naar uitziet is, ja, ik weet niet. Het is overal een beetje, het wordt wel weer wat lang. En ik krijg een heel klein stukje, krijg ik mijn haar weer terug. Ik denk dat ik zo'n stukje van mijn haar weer terug heb. Alleen voor de rest is het nog allemaal dat geverfde. Maar het is wel bijna mijn eigen haarkleur. Ja, het is iets lichter nog. Maar het begint er weer op te lijken en daar ben ik heel erg blij om. En misschien heb je nu al zo net op de achtergrond snel iemand zien zitten. En dat is Tim. Die hebben jullie al vaker een keer gezien in de vlog. Kijk, de Tim. Hallo, hallo, hallo. Ik ben druk bezig. Oh, zal het. Nee, ze mogen het niet zien. Waar zijn we mee bezig, Tim? Kledingdesign voor de volgende verdrukking. Kijk eens aan. En ik ga als echt een professionele cameraman, ga ik zo heen en weer. Om het spannend te houden. Ja, nu wordt het serieus, wordt het dodelijk serieus. Jullie hebben net heel even al, als het goed is, want ik weet zeker dat mensen dat doen en dat mag ook, dat is geen probleem. Heb je heel even het design gezien waar we mee bezig zijn? Ik vind het zelf wel iets vets. We zijn er nog wel een tijdje mee bezig, maar hopelijk komt het wel gewoon zo snel mogelijk. Dus dat is gaaf. Tim die is er even om daarmee te helpen om gewoon weer een nieuw design tot leven te wekken. En we gaan straks even een potje FIFA doen en dat ga ik opnemen. Ah, ja. En dat gaan hun zien. Ja, je was het al vergeten, hè? Ik was het al vergeten, ja. Ik ga jou inmaken, jongen. Nee. Jawel, man. Ik weet niet hoe ik. Ik ben echt niet goed in voetbal, maar ook. Je weet, hè, dat als jij nu zegt dat je goed bent in FIFA. En ze zien over een week op mijn kanaal dat ik jou gewoon vies uit in het kontje. Nee. Dan weet je gewoon dat jij gewoon. Ik kan dat je. Omgaan. Wat, wat zei je? Ik kan met druk omgaan. Oké, okay, oké. Okay. Good luck bro, good luck. Kut. Nou, dat gaan we dus even doen. En ik moet straks nog even snel naar de winkel. Ik heb hier ook nog allemaal wat kleren liggen van H&M. Wat gewoon allemaal niet past. Jullie weten het nog wel van 2 weken geleden toen ik allemaal kleren had besteld. Dat alles daarvan gewoon te groot was. Was super kut. Dus dat ga ik straks even wegbrengen. Plus ik moet nog even wat boodschappen doen. Dus ik neem jullie mee. Want als eerste gaan wij boodschappen doen. Let's go. Ik zat ook te denken, hè? Waar ben je nou? Ah! Oh, wat? Is hier nog lekker zo. Ja, ik ben in één keer lopen filmen. Let's fucking go! Woehoe! En daar komt het poesje weer. Hey, ga je weer kopjes geven? Ja. Het is gewoon echt zo dat als je 1 keer een kat eten geeft, dan komt hij gewoon altijd weer bij je terug. Heb je hem eten gegeven? Ja. Ja, ik had nog lekkere tonijn van mijn eigen kat. Die nu overleden is. En ik dacht van, ja, dan geef ik het wel aan die. Oh. Oh. Super lief die kat. Ja? Ja, oké. Oei, koedie, 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 koedie. Oh, sorry, dat was niet de bedoeling. Sorry. Toem, 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 hey! Die kat is echt een baas. En we gaan nu op avontuur op de hele rechten. Jullie weten het allemaal. Postcode loterijfiets. Yahoo! What the fuck? Zit je nou mijn bel te slopen? Nee.
Zit je nou mijn bel te slopen, jij? Wat was zo'n dingetje in? Ja, niks! Jij hebt dat dingetje gewoon uitgehaald dan. Dat heeft D gedaan. Ja, geef D de schuld. Ja. Als je dit kijkt, dat heb jij gedaan. Nieuw. Waar moeten we heen? Ah, let's fucking go! Wow. We gaan nu al bijna op ons bek. Oké, wacht. Stop. Holy shit. En dan? Daar doorheen. Ja, daar doorheen. Nee, ja, back. Ja. We gaan vallen. Nee, we gaan niet vallen. Jawel. Ik heb geen zin om weer een arm te breken. Ik zat er net nog aan te denken hier, van... What the fuck, jongen? Hier. Ja, hier kunnen we net wel tussendoor. In ieder geval, ik zat er net nog aan te denken van... Wauw, ik heb gewoon fucking mijn arm gebroken in een video. Weet je hoe heftig dat eigenlijk is? Dat is ook heftig, hè? Nou. Nee, we moeten nu rechtdoor. Nee. We moeten die kant op. We moeten die kant op. Nee, we moeten eerst zitten voordat je... Oh, drama dit, wauw. Okay. Let's go. Ik ben wel weer blij dat het gewoon fucking lekker weer is, man. Daar kan ik echt weer van genieten. Hè? Kijk, als het regent, dan is het echt zo. En dat is serieus zo. En ik had het laatst ook al een keertje gezegd. Dat als het regent... Ah, kut Nederland. Ah, ik wil helemaal niet in Nederland wonen. Hier rechts. Kut Nederland, vet dom. Nee. En oh. We zijn bijna aangevallen door een hond. Beer, ja, een beer. Het zag er meer uit als een beer, ja. En als het dan regent, dan kut Nederland. En als het dan mooi weer is, dan is het... Ah, het is zo fijn dat het gewoon zo vroeg zomer is in Nederland. Waar moeten we heen? We moeten hier naar links. Oh. Jongen, jij kent toch hier Assen wel? Pelo niet. Pelo is brug. Oh, we gaan inhalen. Wie gaan we inhalen? Wie is dit? Wat is je naam? Martin, we hebben Martin ingehaald! Hey! Fucking random. Oké, laten we boodschappen gaan doen, man. Zien jullie zo weer. Peace! Yahoo! Boodschappen met Enzo Knol! En Tim. Inderdaad. Het eerste wat ik ga halen is natuurlijk kant-en-klare pannenkoeken. Ja. Schouderham. Kipfilet. Brood. Bolletjes. Even pauze. Weet je waarom? Even pauze. Ik zie, ja. Oh, ja hoor. Gratis. Ik zie iets gratis. Mag ik dit eten? Ja. Gratis. Alles wat gratis is, nemen we mee, Tim. Is lekker? Wat is het eigenlijk? Wat is dat? Ik weet het geen eens. Mevrouw, wat is het eigenlijk voor brood? Muslibrood. Oh. Oh ja. Oh, lekker. Ja. Maar ik ga het niet kopen. Maar het was wel lekker. Was gratis. Hey. En we gaan weer verder met de boodschappen. Let's go. Geitenkaas. Cheddar cheese. Halfvolle melk. Eieren. Verse dappinda's. Penny paardenblad. Oh, toch niet. Olijven. IJsbergsla. Lange vingers. Kassa! Joe! Kassa! Goed bezig, Tim. Kijk, daarvoor heb ik Tim meegenomen. Wat een slaafje. Good job! Je bent er goed bezig, Tim. Yeah, we staan bij de kassa! Woehoe! Oh, hoe duur is het? Wow! We hebben voor 16 uur boodschap gedaan. Oei, yo! Ik ga even betalen, want anders worden mensen boos en moeten ze te lang wachten. Ik zie jullie zo weer. Peace! Dat vind je heel goed! We gaan FIFA spelen en ik ben heel erg druk en dus enthousiast. Omdat ik hoop dat ik ga winnen, ja. En ik speel tegen deze aap. hij wist niet dat ik zo'n apenpak had. Nee. En toen zei hij van, oh shit, heb ik gewoon een apenpak? Oh, die wil ik aan, man, met de opnames. Dus hij heeft het apenpak aan. Terwijl ik die eigenlijk normaal aan heb met opnames. Maar hij ziet er wel fresh uit. En weet je wat superkut is? Weet je nog dat ik ging skydiven? Toen was ik dus bij Vince. En dat is dus 3 uur reizen hier vandaan. Daar heb ik per ongeluk mijn tweede batterij laten liggen. En ik zie nu op mijn schermpje dat mijn batterij leeg is. Dus ik ga meteen aan de oplader doen. En dan kan ik pas over 2,5 uur, want dan is hij helemaal opgeladen, kan ik pas wel opnemen. Dus ik ga het meteen doen. En dan zie ik jullie straks weer over 2,5 uur of zo. Ja, eigenlijk voor jullie over vanaf nu 10 seconden. Maar voor mij echt veel langer. Soms is dat best raar, hè? Maar in ieder geval, kusjes, doei. Yes! Eindelijk, de camera is weer opgeladen. Yes, eindelijk, de batterij is weer opgeladen. En de bel ging. En ik dacht, yes, ik kan het weer filmen. En laten we eens even kijken wie hier voor de deur staat. Oh. Hey man. Het is Bassie. Hallo. Hallo, Bas. Ja, man.
Oh, nee. Nodig jezelf even in hier of zo, hè? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Stap maar gewoon. Doe maar gewoon alsof je thuis bent. Ja, natuurlijk, man. Yo, tuurlijk. Laten we even zo flexen, een beetje in de spiegel zitten. Oh, sorry. Ja, maar ik heb wel een beetje haast, man. Ja, hij heeft haast. Oké. Ik ga eerst een basketbaltraining doen. Oh, Bas gaat weer basketballen. Drie jaar. Ja, man, ze liggen daar gewoon. Zwijgen schoentjes neer. Ja, man. Sowieso. Oh, hij kan zijn schoentjes ophalen. Ja, mijn moeder is er ook. Zeg maar even hallo tegen mijn moeder. Hallo. 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 Hallo, mam, ik ben er ook. Hallo. Ja, mooi zo. Dit is een awkward gesprek tussen mijn moeder en Bas. Nee, helemaal niet. Alleen je staat een beetje dom te filmen. Ik vraag gewoon hoe het met je moeder gaat. Gaat goed? Nou, ja. Godverdomme, jongen. Ik ga wel weg. Ik ga wel wat tegen jullie praten. Hun willen me niet. Ze zijn me helemaal zat. Altijd dat gefilm. Altijd maar dat gevlog. Zo! Wat zo, man. Hey, loop eens terug. Laat jij altijd de deur zo maar open of zo? Wat de fuck is dit nou weer dan? Hey, what the fuck is Mam, geef een billenkoek. What the fuck, hé, Bas? Mag je dan wel vaker komen, maar dit vind ik een beetje... Vind je niet kunnen? Nee, dat vind ik niet kunnen. Ach, moet hij zichzelf ook nog even bekijken in de spiegel? Tuurlijk. Ach, oh, nog een keer. Oh. Twee keer zelfs. Pretty boy, swag. Pretty boy, swag. Nee, Bas, tof dat je even langs kwam houden. En jij gaat voor de eerste keer weer basketballen, dus veel succes. Ja, dus ga ik allemaal aan. Wil je nog wat zeggen? Doei. Nou, dat is het. Ja, niet knolpouwen of zo. Knolpouwen. Waarom zeg je dat altijd zo awkward? Knolpouwen. Maar wanneer gaan we er even chillen dan? Ja, we gaan binnenkort weer chillen. Ik denk dat de kijkers dat ook wel leuk vinden. Het is altijd gezellig met Bas Baas, toch? Maar ja, je gaat weer verhuizen binnenkort, hè? Ja, binnenkort. Zo snel mogelijk. Maar wanneer weet ik nog niet precies. Maar dan ga je sowieso meehelpen met verhuizen. Dus dan zullen ze je ook wel zien. Ja, je gaat meehelpen. Ja, doet hij wel. Oké, cool. Natuurlijk, sowieso. Jullie gaan het allemaal zien. High five. En ik check je. Peace. Oh. Ja, ik moet echt gaan. Yo, later, man. Rustig aan, gek. Yo, later, gek. Yo, gek. Altijd gordel omdoen. En weet je wat je dan moet doen, Bas? Oké, ik ga naar binnen. Dat was ik niet. Doei! Daar zit ik dan, heerlijk achter mijn computertje, met een kopje thee. En dan mogen de lange vingers natuurlijk niet missen. En ik ga straks wat van die pinda's eten, oelala. Het is tijd om wat te gaan opnemen en wat te gaan bewerken. Dus let's go to work en zo. Zo, de dag zit er alweer op voor mij. Fucking hell, het is ondertussen 12:15 s'nachts. En ik ben weer heerlijk bezig geweest. Ik heb mijn kopje thee gehad, ik heb mijn lange vingers gehad. Ik heb nog stiekem wat doppinda's, wat jullie eerder in de vlog hebben gezien. Wat ik heb gehaald. Heb ik opgegeten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken van de vlog. Laat even een blauw duimpje omhoog achter om mij te supporten. En wil je me al helemaal goed supporten, vergeet dan niet te abonneren op mijn kanaal. Voor meer dagelijkse vlogs. Elke dag om 4 uur. Like a boss. Hopelijk zie ik jullie morgen weer. Peace. Knol Power.